De brandweer heeft zaterdagavond een bijzondere reddingsactie opgezet om een drenkeling uit het water te halen in Nederweert. Want voorbijgangers maakten een melding van een lichaam dat in het kanaal tussen Wessum en Nederweert zou drijven. Althans, dat dachten ze, want eenmaal op het droge bleek het om een erotisch speeltje te gaan. Een levensgrote sekspop. De pop, zonder hoofd, is uiteindelijk veilig en droog uit het water gehaald en de brandweerlieden konden er na afloop wel om lachen. Ze zijn trouwens zeer benieuwd of de rechtmatige eigenaar zich nog komt melden.